Dit is de podcastserie van Sociëteit Vastgoed. Met als centrale thema senioren, huisvesting en zorgvastgoed. Vandaag aan tafel Jan Luursema, toch wel echt een top-expert uit uh, dit domein. Welkom Jan. Dank je, dank je. Leuk hier te zijn. Zeker. Jij bent uh, eigenaar van het uh, adviesbedrijf Mappalana ja, uh, en ook lid van Osiris. Ja. Uh, wij hebben vandaag een, uh, denk ik een prachtig thema, omdat... Wij deels uit jouw rijke ervaring in Nederland gaan putten, maar ook wat ervaring vanuit onder andere Japan ja. ter sprake zullen brengen. Maar toch eerst eens even een persoonlijke vraag, Jan. Want jij, jij bent van het inspireren en verbinden. Waarom? Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste. Ik vind het heel erg leuk om mensen mee te nemen met ideeën. En mijn achtergrond zit hem vooral in zorg en vastgoed. Om mensen ergens mee naartoe te nemen. Om leuke dingen te laten doen. En om die mensen zover te krijgen dat ze er ook iets mee gaan doen. En dat realiseren. Uh, um, en om iets te realiseren moet je mensen aan elkaar verbinden. Want je doet het hier niet alleen. Ja, dat zijn de twee sleutelwoorden. En die komt overal terug in mijn manier van aanpak. Prachtig. Ja, ja Jan, wij, wij kennen elkaar al uh, sinds 2010, 2011. Ik heb het nog eens even opgezocht. Zo. Um, en toch wel aardig, hè? zeker uh, iemand die al uh, heel wat jaartjes meegaat in, uh, in de zorgsector, in ja. de zorgvastgoedsector. Je hebt altijd op een interessant uh, snijvlak gezeten. Um, hoe is jouw speelveld veranderd? Uh, kun je ons eens meenemen in, in inderdaad de reis van Jan in, in dit domein? Wat, wat, voor, wat voor beelden ontstaan er dan bij jou? Nou ja, dat, uh, dat speelveld, met name vastgoed, is natuurlijk bij mij al lang, maar dat ik in de zorg zit. Dat was de vorige eeuw. Dat klinkt heel erg uh, lang geleden. Ja. Is het ook wel? Dat is 25 jaar geleden. En dan praten we over eind vorige eeuw. Uh, uh, toen. Uh, uh, kwam de beleidsvrijheid van zorgorganisaties, die werd langzamerhand vergroot. We hadden toen nog uh, een behoorlijk gereguleerd systeem met een bouwcollege als het ging over het vastgoed en allerlei structuren die er waren. En eigenlijk als je door de lijn heen gaat kijken, is de afgelopen 25 jaar, zijn de traditionele zorgorganisaties hebben steeds meer beleidsruimte gekregen om zelf hun eigen keuzes te gaan maken. En daar ben ik ook in meegegroeid en ook voor mezelf geldt dat ik kwam uit de vastgoedwereld binnen en om vastgoed te realiseren, ik, ik, uh, 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 dan ga je iets realiseren wat veel langer meegaat dan een carrière van iemand. Het staat veel langer. Uh, uh, en ik zeg vastgoed is uh, uh, mijn werkzaamheden zijn naar de voorkant verplaatst. Ik ben steeds meer met strategie me gaan bezighouden en ik ben later ook gaan zeggen van feitelijk gezien ben ik bezig met de verstening van de strategie. Je moet eerst weten wat je wil gaan doen, en vervolgens ga je het verstenen, en dan moet je het ook 25, 35, 40 jaar blijven doen. En uh, dat denken daarover, dat is steeds verder gegroeid. Toen ik begon. Waren er nog nauwelijks private zorgaanbieders in Nederland? Dus dat speelveld is gewoon helemaal veranderd. Toen ik begon, hadden we nog bejaardenhuizen en verpleeghuizen. Dat waren ook andere financieringstromen. Heel extreem, toen was het nog dat de verzorgingshuizen een andere plafondhoogte moesten hebben als de verpleeghuizen. En dat we in de bouw bezig waren hoe we dat gingen oplossen. Ja, dan is er natuurlijk heel veel veranderd. En dan praten we nog niet over verduurzaming en, en duurzaamheid en al dat soort zaken. Ja. Nou ja, mooi. Uh, je bent uh, ook een veelgevraagd spreker. Ja. Uh, of dat het uh, zorgvastgoeddagen zijn. Of je bent ook iemand met een mening. Uh, ik heb nog eens even, ben daar eens even ingedoken. Oh, oh, oh. <laughs> nou, en dat, dat vind ik mooi, dat jij ook wel uh, ja, de, de vinger op de zere plek legt. Dat, ja? er, dat de sector toch wel wat uitdagingen heeft. En, en dat er thema's zijn die uh, toch uh, voor bestuurders uh, lastig zijn. Ik wil er eens een paar even met jou uh, langs. Ja, ik ben benieuwd wat je gevonden hebt. Uh, nou ja, dat, uh, een van de. En, en dat vind ik een heel interessant thema, is dat jij uh, toch wel uh, ja, erg voorstander bent van meer onderling vertrouwen. En, en ook minder controle. Waarom is dat een relevant thema voor de zorgsector? Nou, ik denk dat het een relevant thema voor de hele samenleving is uh, en ook voor de zorgsector. Ik denk dat als jij iets succesvol re wilt realiseren, dat je een basis van vertrouwen nodig hebt om goed en efficiënt samen te werken. En op het moment dat een relatie gebaseerd is op wantrouwen, komen mensen niet tot bloei, komen ideeën niet tot bloei, die worden gelijk afgeschoten of bekritiseerd. En ik denk ook met ideeën uh, die ontstaan bij wederzijds vertrouwen en aanvulling met elkaar. Mm -hmm. En als je natuurlijk gaat kijken naar hoeveel geld er alleen aan wantrouwen opgaat in de zorgsector. Ik zou het eigenlijk wel eens berekend willen hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik kan me nog een keer uh, een gesprek herinneren waar uh, ik samen met een bestuurder uit de GGZ-sector en de verzekeraar stond te praten over de tarieven. Mm -hmm. En deze bestuurder mij vertelde met hoeveel. Hij eigen, hoeveel inzet hij nodig heeft om feitelijk gezien de productie te maken. wat gebaseerd is op wantrouwen, uh, regeldruk, mm -hmm. contracteringsdruk. en hoeveel geld van het tarief opgaat daaraan. Mm -hmm. Ik vind het gewoon zonde. Ja. Ik vind het gewoon zonde. En heeft dat, dat uh, vertrouwensthema.? Want dat was een van de andere one-liners. dat je aangaf. er zou meer gelegenheid moeten zijn. om ook fouten te mogen maken. en daarvan te leren. Ja, 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 ja. Ik, denk, ik denk dat uh, we in een cultuur leven. waar je geen fouten mag maken. Ik denk dat dat heel slecht is, want dan worden fouten verdoezeld en dan leer je niet van fouten. En ja, als ik een inspirerend uh, uh, voorbeeld vind, vind ik Pieter van Vollenhoven daar altijd is echt uh, een geweldige uh, uh, man, wat mij betreft, als het gaat over de verkeersveiligheid. Dat hij ook zegt, we moeten na een ongeluk niet de schuldigen weten te vinden, maar we moeten leren van het ongeluk. Uh, ik denk dat we dat veel te weinig doen. Uh, we, we willen elkaar afrekenen. Ja. Op, op uh, de fouten die er zijn. En we sturen de mensen die een fout hebben gemaakt weg. In plaats van dat we uh, die mensen de kans geven om het te leren en het beter te doen. Mooi. Een ander thema en daar, uh, nou, daar heb ik je hoog zitten, is dat je ook echt bezig bent met de toekomst. En dan de toekomst van de zorgsector: maar waarbij jij ook uh, scherp bent op uh, het gebruik van woorden, namelijk, ja, in hoeverre hebben we straks het wel over zorg, of moeten we het steeds meer hebben over wonen en kwaliteit van leven. Kun jij eens kort duiden waarom dat zo'n belangrijke transitie is waar wij Anno 2021-2022 mee bezig zijn? Ja, uh, uh, de transitie die ik... Uh, er is altijd sprake van een soort woordinflatie, zou ik zeggen. Woorden krijgen op een gegeven moment een wat negatievere lading. En uh, hoewel de intenties met zorg natuurlijk positief zijn, dat mensen ergens voor willen zorgen willen de meeste mensen niet hebben dat voor hen gezorgd wordt. Het is niet leuk om afhankelijk te zijn van de zorg. En als wij dan nadenken over zorghuisvesting, en we maken een transitie waar dat de leefruimte van de mensen zelf moet zijn, denk ik, laat dat woord zorg los. Want ik denk dat mensen, in welke fase van het leven je ook zit, en ook al heb je altijd niet zorg nodig, ieder mens wil leven. Dat is wat wat je wilt en je wilt van betekenis zijn in het leven. En het is niet leuk om te zorgen. Dus ik denk dat we veel beter vanuit het positieve gedachte een leefomgeving kunnen creëren. En ja, daar is zorg aanwezig, net wat nodig is, net als er ook een badkamer is. Maar dus is het daadwerkelijk wel echt een cultuurshift voor nodig, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ja, dat is een cultuurshift voor nodig, ja. En ook andere mensen uh, uh, mensen veranderen is soms wel moeilijk. Uh, 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 het mooiste wat je natuurlijk kunt hebben is dat er een, een groep early adopters is die een verandering op gang brengt waar anderen nieuwsgierig naar worden. En zo inspireer je ook mensen. Als je uh, een groep enthousiast maakt voor iets, dan komt het waarschijnlijk vanzelf de rest. En sommigen zullen nooit aanhaken, helaas. Maar ja, dat is maar zo. En als het dan gaat over uh, inspiratie, dan, dan is mij altijd opgevallen dat, uh, dat jij graag uh, naar het buitenland gaat. Je ja. organiseert veel uh, studiereizen, uh, van en met, uh, of eigenlijk voor en met bestuurders. Uh, waar is dat eigenlijk uit ontstaan, dat idee? Nou, als je inspiratie wilt geven, dan moet je het ook zelf halen. Ja. Je kunt natuurlijk in Nederland inspiratie halen, maar door jezelf in een andere omgeving te zetten, ga je dingen zien die je anders niet zag. Je zit niet in je tunneltje, maar je ziet wat anders. Uh, voor mij is reizen eigenlijk al mijn hele leven een punt dat ik dat gewoon leuk vind, om op andere plekken te zijn en, en te kijken en te luisteren wat daar is, om vervolgens te kijken wat zou dat in mijn eigen omgeving kunnen betekenen. En uh, zo ben ik daar ook tegen aangelopen. Uh, op een gegeven moment ben ik eens een keer in Amerika geweest. Wat toch echt een hele andere omgeving is. Uh, uh, in de tijd, want we hadden het net over de veranderingen in de sector. Nou, er is natuurlijk een, een stuk marktwerking en commerciële zorg gekomen. Wij zijn toen met een groepje naar Amerika geweest om te gaan kijken hoe in een commerciële omgeving met commerciële aanbieders de zorg functioneerde. Wat zouden we daarvan kunnen leren? Ja, dat vond ik zo leuk dat ik dacht van ik wil graag mensen hiermee heen nemen. Niet alleen naar Amerika, maar gewoon naar andere plekken. Uh, ik heb geleerd dat je ook moet managen dat er niet ergens een heilige graal is. Zo moeten we het hier doen. Maar een inspiratiereis heeft vooral als doel om mensen in een andere omgeving iets anders te laten zien. En dat ze daarin kunnen kijken, wat spreekt nou aan? Waar kan ik iets mee? Maar ook wat spreekt niet aan? Een studiereis waar je alleen maar dingen ziet die je niet wil hebben, kan fantastisch werken. Want dan weet je precies wat je niet wil hebben. En dus ook wat je wel wil hebben. Ja, mooi. En ja, waarom naar het buitenland? Uh, omdat, ik het, omdat ik het leuk vind dat, dat je zit te kijken naar de zaken waar je zelf mee bezig bent in een andere omgeving. En uh, ja zo gauw je de grens overgaat heb je met andere systemen, andere mensen te maken. En, en kun je dus andere dingen leren. En wat ik eigenlijk ook hoop is dat mensen zich echt bewust zijn. Dat ze dan bewust op reis zijn en de er tijd ervoor nemen om dat te gaan doen. Een aantal dagen of een week. En eigenlijk, zeker in deze tijd, zou ik het liefst hebben dat als mensen meegaan dat het mobieltje uit is. Ja, dus Geen ook... verbinding met anderen, ja. maar alleen verbinding met elkaar waarmee je op reis bent. Ja, en ook, in, ook een stukje reflectie. Uh, ja, reflectie naar elkaar ja, mooi. Uh, en daar, de, daar doet uh, uh, de telefoon inbreuk op. En ja, dat kun je natuurlijk ook in Nederland doen. Uh, 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 in de tijd van corona heb ik een enkele keer ook nog wel eens een groep in Nederland ergens mee heen genomen. Maar er is toch elders ook wel veel leuke dingen te zien. Uh, als we het dan uh, even doorbeduren op uh, het, het focus op leven en wonen, ja. uh, dan, dan viel mij één studiereis in het bijzonder op. Dat was naar uh, Okinawa in Japan, ja. waarbij het uh, lang vitaal leven centraal stond. Uh, en ook uh, de, de ervaringen vanuit de Blue Zones. Ja. Uh, ja, wa waarom is dat in jouw ogen relevant voor Nederland? Nou, wat ik daar... Uh, uh, een van de dingen die ik daar heb geleerd is... Uh, uh, nou ja, ieder mens wil natuurlijk lang en gezond leven. En hoe kun je nou lang en gezond leven? Wat voor... Wat voor omstandigheden heb je erbij nodig? Of wat voor gedachtegoed heb je daarin zitten? En ik werd daar in een gesprek, wat ik daar met een, uh, een bewoner had in, op Okinawa, geïnspireerd uh, uh, door, laat ik zeggen in, in Nederlandse termen, het begrip van betekenis zijn ieder mens wil van betekenis zijn en moet een reden van bestaan zijn. Wat voor levensovertuiging je ook hebt, als er geen reden van bestaan meer is, dan waarom ben je er dan nog? Als er alleen maar voor je gezorgd wordt en er is geen reden meer dat je zelf van betekenis kan zijn, dan kun je er beter mee stoppen. Uh, daar werd ik door gecharmeerd om daar vervolgens dan over na te denken. Hoe creëren we leefomgevingen waar mensen van betekenis kunnen blijven? En dat kun je natuurlijk uitwerken naar lokale keuzes. En die inspiratie haalde ik daar vandaan. Wat ik daar ook vandaan haalde, is het belang van in beweging blijven, gewoon letterlijk en figuurlijk in beweging blijven, al is zijn het kleine afstanden. Uh, en wat ze daar bijvoorbeeld ook veel hadden, is veel dat ze gewoon groentetuintjes hadden. Ja, daar, dat was voor die mensen ook het genieten van uh, er mee bezig zijn, uh, uh, het weer op kunnen heten. Uh, het gezond leven. Nou, ik... Ja, want als je dat dan even wat kort door de bocht vertaalt, dan gaat dat veel verder dan stenen. Dan, uh, dan zit het in beginsel dus ook over totaalconcepten, waarbij je mensen uh, inderdaad stimuleert, verleidt om een bepaalde uh, activiteit ook te... Uh, en inderdaad, hè, want dat is natuurlijk een, een indrukwekkend uh, stukje inspiratie vanuit het buitenland, waarbij echt daadwerkelijk ja, hard gemaakt is dat men uh, ouder wordt. In, in betere gezondheid en met meer levensvreugde en vitaliteit. Maar als jij dan toch eens even wat, ja, wat concrete vertalingen naar letterlijk de vastgoedwereld maakt, hè, waar, waar komt dat dan in, tot uiting? Hè? Gaat dat, moeten we dan anders met stenen omgaan? Moeten we uh, meer ook nadenken over de infrastructuur eromheen? Uh, neem ons eens mee in die wereld. Wat, uh, wat ik het mooiste vind is dat als, als je ergens iets gaat realiseren, ik noem het maar even iets. En ik, dat iets is dan een leefomgeving, is dat je naar nou het totaal inderdaad moet kijken van de elementen die daarin zitten. En daar zit vastgoed, is er natuurlijk één van. Uh, vastgoed heeft als doel om een stukje veiligheid en geborgenheid voor mensen te creëren, om een stukje comfort te realiseren als het gaat over temperatuur. Maar het staat wel in een omgeving waarin mensen van betekenis kunnen en moeten zijn. En dan is de vraag, wat is daar verder voor nodig? En ik denk dat daar geen eenduidig antwoord op is, dit is daar voor iedereen voor nodig. Iedere mens is anders. En er zijn mensen die vinden het prachtig. Uh, 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 nou, la, 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 laten we eens een voorbeeld nemen. Er, er zijn een aantal kunstenaars die bij elkaar wonen in Laren. Die mensen worden daardoor geïnspireerd. Dus in het maken van de omgeving moet je ervoor zorgen dat, dat zij daar hun dingen kunnen doen die ze kunnen doen. Iemand anders is geïnspireerd door groen. Iemand anders is geïnspireerd doordat hij nog voor andere mensen iets kan bijdragen waarbij je groepen bij elkaar gaat zetten. En, uh, 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 ik, ik denk. Ik, ik wil graag in de sector ervoor dat we dus uh, uh, praten over het creëren van een leefomgeving. En dat de verschillende partijen. ieder hun rol daarin nemen. Maar waarbij ze dus ook in vertrouwen. naar de ander kunnen gaan luisteren. En dus dat. Uh, als ik het vertaal naar, naar de wereld waar wij actief in zijn, Ron. Uh, een zorg, een, een stenen aanbieden moet naar meer kijken als stenen. Het is niet alleen het stapelen van de stenen. Maar ook het creëren van de lege omgeving geeft waarde aan de stenen. Maar ook als het gaat over zorg. Dan moeten die er ook in realiseren dat het van betekenis kunnen zijn van de mensen die leven in hun omgeving. Dat het ook van belang is. Ja, en zo... Moet het oh, hoe, hoe goed zijn we daar nou eigenlijk al in, Jan? We komen toch best wel uit een geïnstitutionaliseerde wereld. Ja, ja ik denk ik zie dat je de mensen die een podcast luisteren. zien niet dat jij fronst. Maar bij deze vraag <laughs> zie ik toch al wat enige lichaamstaal. dat jij heel. want je bent een heel eerlijke vent. Maar wees eens even kritisch. Hoe, hoe goed zijn we hier? En slecht. Ik vind echt dat we daar gewoon slecht in zijn. Okay. En uh, 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 dat wil niet zeggen dat mensen niet met goede bedoelingen bezig zijn. Iedereen is met goede bedoelingen bezig. Maar ik, ik wil zelf heel graag die inspiratie toevoegen om mensen aan het denken te zetten, en om dan hun eigen keuzes te maken in hun eigen omgeving die erin zitten. En dat betekent dat, dat een, een, een belegger die alleen naar het spreadsheet van het rendement aan het kijken is, dat is onvoldoende. Maar een zorgaanbieder die alleen maar naar maximalisatie van zijn productie aan het kijken is, hoeveel die kwijt kan, denk ik ook, er is meer. Dus gaat het gaat ook wel een beetje om de attitude van deze professionals en organisatie. Ja, ja, en dat, dat gaat, dan gaat het ook over... Uh, uh, er moet een wederzijds vertrouwen zijn. Dus samenwerking met partijen die je wilt en kunt vertrouwen. Daar moet je selectie op maken. En dan, ja, er zijn partijen die zijn te vertrouwen... en er zijn ook partijen waar je eigenlijk gewoon niet mee moet willen samenwerken. Dat kan. Maar het mooiste resultaat komt uit mooie samenwerkingen. Ja, een, uh, een leuk voorbeeld. Als ik even een project ja? mag noemen... wat denk ik bij veel luisteraars van deze podcast ook wel bekend is... is het project uh, Hart van Vathorst. Waar we samen met een kerk, met een oudere met gehandicapte zorgorganisatie, een, een, een leefomgeving hebben gecreëerd midden in Vathorst, waar dat allemaal bij elkaar komt. En ik herinner me nog altijd het moment, uh, 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 en die herinnert iedereen zich in projecten, dat het gaat over geld. En uiteindelijk in dit project hadden we een gezamenlijke visie en een gezamenlijke droom en een portemonnee. En feitelijk gezien hadden we allemaal onze portemonnee gewoon midden op de tafel gegooid en waren we met z'n allen bezig om die visie te creëren. En daar vind ik dat ja, het is een mooi voorbeeld om te gaan kijken. En we hebben het daar eens een keertje ook laten zien hoe het werkt, waarbij iedereen echt zijn portemonnee op een hoopje heeft gegooid, want we brachten allemaal wat in en we hadden een gezamenlijke droom. En dat is denk ik ook wel belangrijk naar mijn idee, de meest succesvolle projecten van samenwerkingen die zijn er op het moment dat je een gezamenlijke visie hebt waar je voor wil gaan. Ja. Dat dat de droom is waar je in gelooft. En bijvoorbeeld in Vathorst. Daar uh, uh, hebben we gedurende het project meerdere bestuurders zelfs, uh, laat ik maar zeggen, gesleten. Maar uiteindelijk is die droom wel gerealiseerd, omdat iedere keer alle nieuwe partijen. het begonnen mee om ze de droom eigen te laten maken. Ik denk dat dit de perfecte afsluiting is van deze podcast, Jan. Ja? Ik wil je hartelijk bedanken voor deze inspiratie. En ook kijk je in jouw eigen. Uh, als persoon he, waar, ja. waar sta jij voor dat we zeker altijd open moeten staan voor inspiratie van andere partijen en ook het buitenland en dat we daarmee een, een, een ja, toch wat leefbaarder Nederland kunnen krijgen voor al onze bewoners. Dank je wel. Ja. Mooi, dank je.